Bewoners van de Asserwijk Larix, van wie de meesten niet herkenbaar in beeld durven te worden gebracht, zijn boos op de gemeente. Die heeft per vandaag een samenscholingsverbod ingesteld rond het speelterrein aan de Stadhouderslaan. Het verbod moet ervoor zorgen dat een groep hangjongeren er geen overlast meer kan veroorzaken. Van mij mogen ze er weer af worden gehaald. En wachten tot wij zelf een oplossing hebben bedacht. De groep zorgde eerder voor overlast in de wijk Pittelo, maar inmiddels zijn ze verhuisd naar Larix. Kijk, er waren vervelende incidenten. Tot diep in de nacht zijn mensen wakker gehouden de afgelopen weken. Is er met laserpennen in de woningen geschenen. Er werden auto's zo geparkeerd dat je er niet langs kon. En als je dat wel deed, kreeg je een grote mond. Nou, zo hoort dat niet. Zo willen we dat niet in Assen. Dus dat pakken we aan. Maar omwonenden vinden dat het verbod veel te snel is ingesteld. Sinds enkele dagen hebben ze overleg met de jongeren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de overlast de afgelopen dagen is verminderd. De buren hadden de hoop er in gezamenlijk overleg uit te komen. Ik ben blij te horen dat het gesprek tussen in ieder geval een deel van de buurt en deze jongeren ook dat het op gang gekomen is. Ga er vooral mee door. De gemeente was van op de hoogte, politie ook, dat wij in gesprek zijn met de groep zelf. En ja, nu voelen zij zich verraden door ons. En dat snap ik ook. De vrees bestaat dat de groep de bewoners verantwoordelijk houdt voor het samenscholingsverbod en dat er represailles volgen. Wat gaat er nu gebeuren? Hè? Komt er nu toch een strijd weer en zijn we weer terug bij af? Volgens de burgemeester mogen de jongeren nog steeds samenkomen zolang ze geen overlast veroorzaken. Het verbod blijft in ieder geval de komende 3 maanden van kracht.